De hervormingen bij het ministerie van Openbare Werken gaan door, aangezien er nog te veel inefficiëntie en verspilling van gelden is. Minister Riad Noor Mohamed zegt dat er zelfs sprake is van dubbele verspilling. In de eerste 6 maanden van zijn zittingstermijn heeft de bewindsman de aanzet gegeven om het proces van efficiëntie zelf te organiseren. Zaken zoals personeelsbeleid en het aantrekken van aannemers zijn aangepakt. Dus dat gaat doorgaan. Tweede is, simultaan hervormen wij bij OW, tenminste het apparaat. En de derde stap, dat is het meest belangrijkste dat nog komt, dat is het afstoten van verschillende services of activiteiten. Dat is de meest belangrijkste stap. En dat heeft twee redenen. Dat is 1, werkgelegenheid in de private sfeer te gaan stimuleren. Deskundigheid te gaan organiseren, maar ook verslanken van het overheidsapparaat, maar dat beperk ik tot mijn ministerie. Dus wat ik wil zeggen, er is wel nog veel werk. Ik heb de eerste aanzetten gegeven en dat moet resulteren in een kleinere groep efficiënter kunnen aansturen, want men is heel gedemotiveerd vanwege salarisvoorziening en blablabla. Maar een tweede ding is ook de corruptie minimaliseren. En daar gaat het een beetje vooral om. En derde is natuurlijk de service verbeteren. Dat zijn 3 dingen. Die moeten leiden tot dat succes. En daarom zijn het verschillende zaken die we uitvoeren. Minister Riad Noor Mohamed van Openbare Werken.